Ja, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag is natuurlijk vrijdag. Gaat altijd maar één ding in. Welke serie? Het is de interactieserie met de kijkers. Oftewel, elke vrijdag ga ik nu met jullie een video maken. Voor jullie, met jullie, samen met jullie, voor, over jullie. Op mijn kanaal. Om meer contact een beetje met jullie te leggen natuurlijk. Zodat ik meer contact heb, interactie met mijn aardige, awesome kijkers natuurlijk. Die jullie ook zijn. En we gaan gewoon beginnen met episode nummer 1. Zoals je kan zien is dat reageren. Op reacties, dat kan natuurlijk op twee manieren. Of op klote reacties, dus op boze reacties. Maar, ik dacht de eerste episode ga ik natuurlijk heel positief beginnen. Ik ga reageren op allemaal leuke reacties. En zoals je kan zien ga ik het doen met mijn awesome greenscreen. Zoals ik nu sta ik gewoon eigenlijk op een saai achtergrond. Maar ja, als ik wil kan ik zo bij allemaal dieren in natuurlijk erbij staan. Echt fucking cool met allemaal dieren. Oh, wat gaaf. En, hoppakee, ik zit in een fucking ruimteschip. Maar ja, we houden het gewoon bij deze voor deze video. En, laten we gewoon beginnen met de eerste, oké? De eerste reactie is van Flavio Schouten. En die zegt, Dylan, superleuk dat je een greenscreen hebt. Ja, ik vind hem ook leuk. Ik dacht, nee. Deze reactie laat ik natuurlijk speciaal in. Omdat ik dus laat zien dat ik een greenscreen heb. En het is me eindelijk gelukt om het een beetje te fixen. Ik weet dat het niet perfect is. Ik kan het, het moet allemaal nog ietsje beter. Maar ik ben in ieder geval blij dat mijn greenscreen een klein beetje wil meewerken. Want het heeft heel lang niet gewerkt. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar daar dacht ik van, nou, leuke reactie naar Flavio Schouten. Leuk dat je een greenscreen hebt. Dankjewel voor je reactie, Flavio. Ik hoop dat je een beetje geniet van mijn video's. En dankjewel voor je reactie. Op naar 2. Volgende reactie is een hele simpele van Luca Maas. En Luca Maas reageert gewoon heel simpel. Dylan, fucking nice video. Doe zo door. Peace. Aan elkaar vast. Oké, het is niet het mooiste Nederlands. Maar dat maakt mij geen reet uit of het correct Nederlands is. Als je een leuke reactie achterlaat. En je laat gewoon duidelijk een hele vette reactie achter. Luca, Mees. Van Dylan. Maar Dylan is wel met Y. Het is de Y-L-I-N. Maar Dylan, fucking nice video. Doe zo door. Peace. Natuurlijk, dus peace natuurlijk mijn outro, peace! Maar met Luca, dat soort reacties vind ik super awesome, weet je wel. Als je gewoon een video plaatst van Dylan, leuke video, ga ze door, awesome, ik vind dit gaaf. Zeg dat, ik reageer op mijn video's, dat soort comments namelijk. Ik lees ze, zoals je ook wel leest van deze video, maar ik lees ze heel vaak en vaak reageer ik er ook op. En dan zeg ik echt bedankt man, doet me goed. En het is zeker super top om dat te lezen natuurlijk als een kijker zegt dat je video's nice zijn. En dat ik zo door moet gaan met dit soort video's. Want dan blijkbaar vinden jullie het awesome. En dat doet me gewoon heel erg goed. Dus dankjewel Luca Mees voor deze reactie. Het is een hele simpele, korte, maar het is kort en krachtig. Maar het geeft me inderdaad wel een heel goed gevoel. Dus dankjewel Luca. De volgende is een hele leuke reactie weer. Pap! Van Razer. En Razer reageert. Dylan, je bent echt de beste. Kom je naar de Dutch YouTube Gathering 16. Want dan kom ik ook en ik wil met je op de foto. Want ik ben een grote fan. Razer reageert op heel veel van mijn video's. Ik herken dat plaatje, ook vooral het golden appeltje met Razer eronder. Reageert op heel veel van mijn video's en altijd positief. Altijd, ook al is de video die hij niet zo leuk vindt, zegt hij ja, heel leuke video als in leuk hoe je dat doet. Maar ja, ik vind jouw gameplay, ik vind het spelletje heel erg tenderend. Maar Razer, ja, ik ben aanwezig op de Dutch YouTube Gathering 16. Ik ben daar natuurlijk, ik ben daar special guest. Dat betekent dat ik mag komen daar ook. Ik heb er heel veel zin in en dan ga ik staan bij, ik denk bij de Divimove stand. Sta ik meestal, want dat was ik vorig jaar ook. En vorig jaar was ik niet zo groot als nu. En toen werd ik al een beetje belaagd door fans. En dit jaar ben ik 3 keer zo groot als vorig jaar. Ja, toen had ik 25.000. Nu heb ik op 80 plus duizend. Dus op dat moment bij de gathering zit ik denk ik, hoop ik. Ik hoop dat jullie mijn kijkers zou blijven doorgaan op 100.000. Dat zou ik echt super vet vinden. Maar ja, ik ben erbij. En dan mag je met de hand, mag je mij natuurlijk een handtekening. En op de foto mag je alles regelen. Als jij iets leuks wil doen. Als jij gewoon met een bordje komt. Met jouw plaatje, dit plaatje erop. En dan zie ik jou in de crowd staan, in het publiek. Moet je naar me toe komen. Deel, kijk, ik heb het bordje. Ik ben Razer. Ik mag met je op de foto. Dan gaan we dat voor je regelen. Speciaal voor jou. Dan haal ik je helemaal naartoe. Oké, jou. Met jou wil ik op de foto, Razer. Want jij hebt een leuk comment geplaatst. En dat doe je altijd. Dus ja, dit soort gasten, dankjewel. Awesome, dankjewel voor je reactie. Op naar de volgende weer. De volgende is van China Jansen. En China Jansen reageert. Ik ben blij dat je een YouTuber bent. Want je maakt superleuke video's. En ik ben altijd blij van jouw video's. Awesome, dat is wel mooi. Als ik verdrietig ben, kijk maar gewoon naar één van jouw video's. En dan ben ik weer blij. Dat is weer goed. Bedankt ervoor, dat wou ik even kwijt. Hartje. China Jansen, dankjewel voor deze reactie. Dit is eigenlijk waar een YouTuber het voor doet. Weet je wel? Dat iemand zijn video's kijkt en daar gewoon blij van wordt. Of erom moet lachen en dan van geniet. Dit is waar een YouTuber aan de eerste instantie, naast het geld natuurlijk wat sommigen moeten verdienen. Want hey, het is werk. Waar we het voor doen allemaal. Ik bedoel, als iemand je video's kijkt die verdrietig is, na je video in één keer weer happy de peppy is. Joh, dan is mijn dag, is mijn doel gewoon gelukt. Het is gelukt. Ik wil jou blij maken, ik wil jou vrolijk maken, ik wil zorgen dat jullie een leuke video zien. Ook al is het misschien niet de game die je kijken wil, bijvoorbeeld stel je voor, je hebt een hekel aan Call of Duty. Maar je vindt mij een chille gast, even een leuke gast. Kijk gewoon die video, want
in Call of Duty ben ik nog slechter ook of zo, weet je wel. Dan kan je gewoon altijd lachen. En dit is waar ik het voor doe. Dus dankjewel, China Jansen, voor deze video. Ik ben blij dat ik jou blij kan maken. Volgende is van Tristan Koops. En dat is duidelijk een reactie op mijn ARK-video. Want hij staat wachten op ARK, wachten op ARK. Ik kijk elke ARK-video. Superleuk, ik ga zo door, Dylan. Ik zou... superleuk, ik ga zo door, Dylan. Ik zou iets... Zoiets leuks zou ik nooit voor elkaar krijgen. Dus inderdaad, hij zegt, wacht op ARK. Wachten op ARK. Van Joost van Spel natuurlijk. Zijn parodie. Hartstikke leuk. Ga zo door, Dylan. Ik zou zoiets leuks nooit voor elkaar kunnen krijgen. Het is een Koops. Het is echt een hele leuke reactie. Dankjewel dat je ARK zo leuk vindt. Ik vind ARK ook heel leuk. Helaas heb ik natuurlijk, zoals velen jullie weten, volgens mij doe ik het nu 1 keer per week. Maar dat komt. Dat komt omdat ik ook 1 keer per week nu ARK ga doen op DDG. Dus David Games. En als ik het door elkaar heen moet doen, zo vaak, allebei 2 keer in de week, dan wordt het net iets too much. Net iets te veel van het goede. En ja, dus daarom doe ik het niet. Maar dankjewel Tristan, hele leuke reactie. En sowieso zou ik nooit voor elkaar kunnen krijgen. Dan zeg ik tegen jou, waarom niet? Hoe zou jij het niet voor elkaar kunnen krijgen? Pak een webcam. Hallo jongens. Speel het spel, OBS erbij. Zet hem aan en ga met die banaan. Ik bedoel, mijn eerste video was echt whack. Was echt slecht, was kut. Maar ik deed het gewoon. Het is iets wat je jezelf moet aanleren. Je kan het wel. Just do it! Ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Je kan het. Dankjewel Tristan voor deze leuke reactie. Nou, zoals jullie zien heb ik heel veel verschillende soorten reacties heb ik al behandeld. Maar de volgende is ook weer iets anders dan gewoon, ja, je video is leuk, maar iets anders waar ik heel erg blij mee ben. En die is ook 145 keer gelijk. Het is deze, het is van Annika Neleman. En die reageert, bij mensen als Rotjochie moet je nooit tegen zijn mening in twijfel trekken. Want hij heeft altijd zulk sterk onderbouwde argumenten dat je keihard de grond in geboord wordt met zo'n video als deze. Daar heb ik respect voor. Dankjewel Annika. Echt, dit soort reacties, dat doet me gewoon goed. Ik bedoel, jullie weten hoe ik ben. Ik ben echt straight up met jullie. Ik ben super eerlijk, altijd eerlijk geweest tegen jullie. Ik zeg mijn mening, die spreek ik duidelijk uit op YouTube. Jullie gewoon mijn mening weten. Geen achterbakse trucjes door bijvoorbeeld, ik stop met staf en ik laat het aan niemand weten. Dat jullie het ineens merken, dat de kijkers niet eens doorhebben dat ik stop was met staf. Nee, zo ben ik niet. Ik zeg het tegen jullie. En ik geef ook mijn meningen erbij met argumenten die inderdaad onderbouwd zijn met feiten inderdaad. Toen met Mindtopia toen uiteindelijk fulltime staf, zeg maar die hele hoge staf, super OP staf wat ik toen was. Dat wou ik niet meer. Nu ben ik weer een soort van staf. Voor de meesten die weten dat natuurlijk nog niet. Maar ik word burgemeester ergens in Mindtopia weer. Dus ik word weer staf, maar minder als eerst. Maar dit soort dingen, heel veel kijkers zijn helemaal in discussie bij mij altijd. En Annika zegt van ja, joh, je weet in ieder geval van Dylan altijd, als hij een mening heeft of iets, heeft hij daar een goede reden voor die hij uitlegt. Je hoeft er nooit mee eens te zijn. Dus je mag altijd mijn mening in twijfel trekken. Mag altijd. Je mag het er niet mee eens zijn. Dat kan ook altijd. Maar je weet weten, mijn argumenten zijn altijd goed onderbouwd. Mijn reden is altijd goed onderbouwd met goede argumenten. Dus dankjewel Annika. Mooie reactie. Thanks. En dan volgende. Die vond ik gewoon grappig om te lezen. Is van Floor van Raalte. En die stuurt. Zo. Voor de eerste keer je kastdeur dicht. Ha 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 ha. Ja. Ik had vroeger. Nog steeds. Mijn kast zit hierachter. Nu achter mijn greenscreen zit. Dus nu kan je het niet meer zien. Dus. Hebben ze verloren. Ik heb je. In ieder geval achter mijn greenscreen had ik mijn kast. Die had ik altijd open. En op een gegeven moment was ik in de livestream. Werd er omgeklaagd en gesurfd. Ah, je troep in je kast. Dus dat betekent dat Floor gewoon veel video's kijkt en weet van, hey, normaal gesproken heb je altijd je kast weer open, hij is eindelijk dicht. Dus daarom vind ik het gewoon een leuke reactie om te lezen van Floor. Dus dankjewel Floor van Raalte voor deze leuke reactie. Thanks. De volgende is van Roos Stapelkamp en die reageert gewoon, yay! Bulldoze Speed Mode activated! Let's go! Dat is natuurlijk, omdat ik natuurlijk vanaf, volgens mij zaterdag is dat, is Minecraft Bulldoze komt op mijn kanaal alweer. En Minecraft Bulldoze is natuurlijk iets dat ik gedaan heb op DD ooit. Ik moet even zeggen, ik was de eerste die Minecraft Bulldoze deed op dagelijks HD. En waren een paar mensen, ja, je hebt gestolen van DD. Nee, motherfucker. Ik deed het eerst. Zoek maar op, DHD Bulldoze episode nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19, 11, 12, 13 volgens mij. Dus 13 weken achter elkaar heb ik het gedaan. Dus ik heb niks gestolen. Maar in ieder geval Roos Stapelkamp die zegt, ja, het is weer terug, ja. En dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Dus ja, Roos Stapelkamp. Dankjewel voor deze superleuke reactie. Ik heb ook wel zin in een build-off. We maken er een leuk feestje van de volgende episode. Dankjewel voor je reactie in ieder geval. En bedankt. Super. Volgende is van Robin Stenis. En die reageert gewoon, leuke reactie is dit. Leuke video.
Ik lag echt in een deuk omdat jij, sorry dat ik het zeg, geef niet, een Minecraft noob bent. En dat soort reacties vind ik leuk. Ik bedoel, ik ben een Minecraft noob. Dat klopt. Ik ben echt een Minecraft noob. Dus ik die video's ook zeg van, volgens mij doe ik het nu fout. Het spijt me dat ik je map verneuk. Maar ik snap het gewoon niet met redstone. En dat vindt hij juist grappig. Of zij. Ik ken Robbie ook een jongen of een meisje zijn. In ieder geval. Je vindt het gewoon grappig dat ik een Minecraft noob ben. En dat mag je best zeggen. Ben ik eerlijk. Ik ben een Minecraft noob. En je mag je mening hebben. Maar daarom vond ik het een leuke reactie gewoon. Toen ik het zag, ik gewoon dacht van... Thanks. In ieder geval, dank je wel voor deze leuke reactie. De volgende is van Dagelijks Games. Dagelijks Games. Leuk. Ik heb jouw reactie speciaal erbij gepakt. Het is niet jouw beste reactie. Maar voor degene die Dagelijks Games niet kennen... Het is ook een YouTuber. Het is een kleine YouTuber. Maar wat ik leuk vind... Hij reageert letterlijk op elke video van mij reageert hij... En hij reageert ook op mensen die vragen stellen in de comments. Geeft hij altijd gewoon ook antwoord. Dus dit is weer een leuke video. Reactie van hem gewoon. Veen. Dat is natuurlijk op een League of Legends video. Doe meer League of Legends. Dit zijn by the way van een mooie moment als je je team carry. Dat was allemaal van hem. Maar ik kon even die andere comments even niet zo goed snel vinden. Maar hij reageert op allemaal Skywars video's vooral. En hij reageert altijd op heel veel leuke video's. Neem even een kijk op zijn kanaal. Geef weer een shout-out naar Dagelijks Games. Super tof. Ik denk dat hij nu ook wel zal reageren. Het is echt een super toffe gast. En... Dankjewel voor al je reacties, man. Ik lees ze elke keer met plezier. Ik reageer ook wel eens op je. Niet al te vaak. Omdat ik wel iedereen een beetje wil reageren. Ik ga niet wat voortrekken verder. Maar thanks, man. Leuke reacties heb je altijd. Dus dat vind ik echt super tof. Dan gaan we door naar de allerlaatste reactie. De allerlaatste reactie is een belangrijke reactie. Want dit is iets wat ik gewoon graag wil zien. Dit is van Mark Hoop. En Mark Hoop zegt... Ik zou het leuk vinden als je in plaats van een random video... iedere dinsdag om 4:30 een Pokémon gaat uploaden. Lijkt mij wel een leuk idee om lieve vrienden te doen. Omdat je Fire het leukst vindt en... Deze erop lijkt, alleen een klein beetje anders. Ik zou het super tof vinden als je dit zou doen. Het maakt mij trouwens niet veel uit welke Pokémon je doet. Maar als jij het natuurlijk leuk... Natuurlijk, jij moet het leuk vinden. Daar komt het op neer. En zo mensen, dames en heren. Zo vraag je iets aan een YouTuber om een game te spelen. Van, hey, ik wil graag dat je dit spel speelt. Want ik vind het leuk. In plaats van die video lijkt me dat gaaf. Omdat dit, punt, punt, punt. In plaats van, oh, doe Minecraft. Oh, meer Minetopia. Doe meer poepie. Weet je wel, en dan lees ik dat en zit ik echt van, doe meer Minecraft. En dan zit ik gewoon van, nee. Doe meer League of Legends. Nee. Yo man, zou je alsjeblieft League of Legends willen doen? Ja. Ja, als je het aardig aan me vraagt, dan ja. Dus daarom dacht ik van, nou deze gooi ik er ook in. Het is gewoon een leuke reactie. Mark Hoop. Ik wil graag Pokémon doen. Maar dan ga ik binnenkort. Misschien gaat iets uitkomen waardoor ik iets anders ga doen met Pokémon. Waardoor ik jou je Pokémon mag spelen. Maar het kan niet op mijn kanaal. Want ik heb natuurlijk een vaste host nu wil ik proberen aan te houden. Maar er gaat toch wel iets komen. Wat misschien leuk is. Dus het is een geheim. Maar in ieder geval leuk. Mark Hoop voor deze geweldige reactie. Alright mensen. In ieder geval dit waren alle reacties die ik wou behandelen. Het waren er maar 11 dit keer natuurlijk. Dus vanaf nu. Laat lekker leuke reacties achter. Of haatcomments. Weet ik veel. Want daar ga ik volgende keer op reageren. Volgende keer ga ik ook een andere soort reactievideo doen. Misschien op haatcomments. Maar misschien ook wat anders. Het kan zomaar zijn dat ik op Omegle... Ga natuurlijk met mijn kijkers gaan praten. Of af en toe gewoon Teamspeak. Met een paar kijkers mijn schema gaan bespreken. Mijn series. Ik vind, kijker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo. Hey, kijker 1. Wat vind jij van mijn series op dit moment? Ja, dit vind ik ervan. Oké, en wat wil je dat ik ga doen met series? Wat zou ik voor andere series moeten gaan doen? Want jullie kijkers bepalen toch op een bepaalde hoogte. Groot deel. De series die ik natuurlijk op mijn kanaal doe. Want hè, als ik een video veel meer views krijg. Dan weet ik dat jullie die video leuk vinden. Haalt een serie minder views. Dan ga ik hem ook minder spelen. Zo simpel is het. Op het moment dat Call of Duty Black Ops degene die het minst bekeken wordt. Maar dat komt omdat Black Ops natuurlijk nieuw is op mijn kanaal. Heel veel kijkers van mijn kanaal zijn natuurlijk Minecrafters. Dat is het heel duidelijk. Black Ops, dan gaan we nog even bekijken hoe het gaat. We zullen het allemaal zien. En vanavond natuurlijk om 7:30 of 7:30, sorry. Mijn allereerste video van GTA op mijn kanaal. Alright, mensen. In ieder geval, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze interactievideo, reactievideo. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Je kan me natuurlijk steunen door lekker veel blauwe duimpjes te doen. Dan ga ik het vaker proberen voor jullie te doen natuurlijk, reactievideo's. En laat gewoon reacties achter. Je ziet het, ik lees je reacties. Ik maak er zelfs video's over. We gaan gewoon leuke dingen mee doen. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Zie ik je graag in de volgende video. Later dan, mazzel tot ziens. En natuurlijk...